Ben je op zoek naar de goedkoopste Nederlandse 4x15 coins? Ga naar vastutcoins.nl, links in de beschrijving. En gebruik de code DNP5 voor 5% extra korting. Hallo mensen, Koen van Oppersnel met vandaag een nieuwe video voor jullie. En vandaag is het Road to Real episode 8. En als wij weer de 350 likes kunnen halen, zou het echt super anders zijn. Moet ook zeker lukken, vergeet niet te liken. En als allereerste gaan wij Fabio Quartararo kopen. Quartararo, volgens mij is dat zijn goede naam. Hij is best duur, 4,2k om precies te zijn. Maar dan hebben we eindelijk wel een goede linksback. In plaats van, ja, welke linksback hadden we eerst? Die Abner of zo. Nou ja, die bakte natuurlijk geen houtje touwtje van, dat wisten we allemaal. Daarna moest ik ook nog even een nieuwe Aspas kopen. En ook nog een nieuwe Perez. Ik laat Aspas even zien. Ik discarde de andere die geen contract meer hadden. Dus het was goedkoper voor mij om hem zeg maar opnieuw te kopen dan om hem zeg maar een contract voor hem te kopen. Dit was dus het team waarmee we gingen spelen. De eerste wedstrijd. En we kwamen tegen dit BPL team. Gewoon een redelijk goed team. En we begonnen echt heel goed in deze wedstrijd. Hernandez kwam hier door met een beetje geklungel. Dan gaf hij de bal mee aan Aspas. En Aspas schiet die bal heerlijk binnen. Aspas is zo goed. Echt ongelooflijk. Dan komt hij helaas wel hier op 1-1. Want dit is echt, ja, Navas zit helemaal naast de bal. En dan, ja, fuck, echt, slaat hem nergens op in ieder geval. Maar dan komt hij hier opnieuw door met Jovetic. En Jovetic die komt hier naar binnen. En echt iedereen verwachtte dat, maar toch ging het goed. En toen tramp en toen goal. Beetje jammer. En uiteindelijk krijg ik hier ook nog eens een rode kaart. Aangezien ik weer echt de domste overtreding ooit maak met Perez. Echt, ja, ik ben echt een kneus. Dan krijg ik dus rood in de 56e minuut. Volledig onnodig, maar ja, het gebeurde wel. Dan maakte ik hier nog de 3-1 met Vargas. Daar baalde ik ook van. Maar ik had nog niet opgegeven, want hier kwam ik met Aspas. En Aspas met een geweldig finesse shot. Vanaf wat zal zijn, 25 meter binnen. Uiteindelijk kwam ook nog door. Gaf hier de bal met Ilex voor op Aspas. En Aspas schoot die bal binnen. En zo werd het dus uiteindelijk toch nog 3-3. Daar eindigde deze wedstrijd ook mee. Ja, ik wist niet echt of ik er blij mee was. Aangezien we nu 1 punt hebben in de divisie 7. En dat is natuurlijk, nou ja, niet slecht. Maar ik had eigenlijk het liefst begonnen met de overwinning. Want wat ik vaak heb, als ik begin met de overwinning, dan win ik de divisie ook. Dus ja, ik was niet helemaal blij met het begin. Alleen we kwamen tegen dit team in de tweede wedstrijd. Gewoon een, ja, goed BBVA-team. Niet heel bijzonder. Maar wel gewoon beter dan mijn team in ieder geval. We kwamen hier door met Aspas. Die heel hard ging rennen. Langs de keeper ging. En gewoon binnen schoot. Hij heeft vaak gemist laten tijd dat soort ballen, maar deze keer schoot hij hem gewoon binnen. En hier was weer een beetje topklas iets, want ik gaf hier de bal diep en ondertussen werd ik getackled. Alleen ik kon gewoon door met Aspas en hij was gewoon aan de bal. En toen ineens was mijn voordeel afgelopen, toen kreeg ik een vrije trap daarvoor. Dat stond natuurlijk helemaal nergens op, maar uit die vrije trap die Lorente nam, het lekte trouwens een beetje zoals je kon zien, werd er gekopt door Aspas, daar stond Perez die met een lekkere volley de bal binnen schiet. Dus eigenlijk maakt het helemaal niks uit. We stonden uiteindelijk toch nog voor. En laatst kwam Griezmann hier nog wel door. Ja, wat Navas weer deed, ik heb geen idee. Hij kan echt niet keeper, hij is echt dramatisch. Maar het maakt niet uit, in ieder geval 2-1 stond het hier. Dan Iara Mendy, die gaf een heerlijke tramp op Aspas. En Aspas scoorde opnieuw een goal. En ze stonden dus al 3-1. En daar bleef het ook niet bij. Want hier is Hernandez nog. En Hernandez, die ging gewoon lekker rennen. En die rent gewoon een beetje, ja, langs al die spelers. Die rent dan daarna ook nog langs de keeper. En ja, die lek, jongen, echt. Ik haat het echt. Maar in ieder geval, hij redde nog lang. Schiet de bal naar binnen. Een beetje aids. Want al zijn spelers liepen een soort van weg. En dat was natuurlijk nooit de bedoeling. Maar toen besloot hij wel te lieven. Aangezien hij er geen zin meer had. En terecht. En ik was ook wel blij. Aangezien ik dan niet meer dat leggende potje hoefde te spelen. Aspas had een 9,8. En dat is natuurlijk ziek nice. We hadden nu 4 punten na 2 wedstrijden. En dat is natuurlijk ook hartstikke netjes. Uiteindelijk kwamen we tegen dit team in de laatste wedstrijd. Op zich een best leuke highlight. Denk Coutinho ook echt gewoon hele slechte chemistry. Dat is natuurlijk, slaat nergens op. Waarom zou je het dan maken? Maar in ieder geval, Hernandez begint hier met rennen. En Hernandez die maakt een hele mooie actie. En uiteindelijk scoort hij de bal ook. En helaas kwam hij wel in de 25e minuut door hier met Callejon. Callejon, ja, echt. Die Navas zat er ook weer helemaal naast. Rossi scoorde 1-1. Kwam hij hier door met Coutinho. Ik hield hem een beetje vast. Alleen ja, dat mocht niet baten. Callejon kopt die bal binnen. Ineens kan Callejon koppen, maar maakt niet uit. Hier komt Aspas weer. Aspas met een paar mooie acties. Aspas die komt overal langs, want Aspas is een beast. En Aspas schiet die bal niet binnen in de eerste instantie. Maar wel in tweede instantie. Kopt hij de bal over de keeper. En dan staat het dus 2-2. Kreeg hier nog een age penalty. Het sloeg er nergens op, want ik maakte helemaal een rondje. Maar dat kon helemaal niet. En dan is hij achter de bal staan en die schoot hem perfect binnen. De keeper was kansloos. We stonden dus 3-2. En daar bleef het ook bij. En mensen, is ook de eind van de aflevering. Ik hoop dat je het leuk vond. Als je het leuk vond, vergeet deze video niet te liken. Als we weer de 350 likes kunnen laten, zou het echt super anders zijn. Moet ook zeker lukken. En ben je nog niet geabonneerd? Vergeet hem niet te abonneren. Ik zal je like weer geabonneerd voor de keer. En ik zeg doei.